Lieve Vrouwstraat in Rep en Roer. Een van de bewoners heeft zelf een grote zeilboot gebouwd en die moest van zijn woning naar het kanaal Dessel-Kwaad-Mechelen gesleept worden. Er kwam een tractor aan te pas om de boot van 14 meter lang door de straat te trekken. De eigenaar hoopt binnenkort een verre zeilreis te kunnen maken met zijn zelfgemaakte boot. Aan dit juweeltje heeft André van Hoof uit Mol meer dan 12.000 uren gespreid over 13 jaren gewerkt. De zeilboot is eigenhandig gebouwd naar een 100 jaar oud spreemodel en is maar liefst 14 meter lang en 5 meter breed. Het grote geweld is nu vaar klaar en moet richting het kanaal Dessel-Kwaad-Mechelen. Zeg, dat is precies niet simpel, hè? Nee, dat is niet simpel. We zijn eigenlijk vol lol op hem gezien. Vol lol op. Het gaat wel, hij staat bijna goed. Zo. En dan ze binnen trekt daar en dan hebben we naar het kanaal getrokken. Voor de buren is de verhuizing van de boot van de loods achter het huis van André tot aan het kanaal een ware attractie. Dat is fantastisch, hè? Dat maken we niet meer mee, hè? In ons leven. Hè? Dat vind ik heel fantastisch. Ja, ja, ja. Dat is een attractie op zijn eigen. Hè? Alleen al de manier waarop dat naar hier gebracht is, dat is bewonderenswaardig. Hè? Wel, ik was van plan om een foto te trekken en in het parochieblad te zetten. En daaronder te zetten, in Gompel varen de boten door de straten. Dat was ik van plan. In de boot heeft André een zitkamer en een badkamer ingericht. En er is slaapplaats voor 6 personen. Ook de trailer waarop de boot vervoerd wordt is volledig zelf gemaakt, omdat die niet zomaar in de handel te koop is. Ja, dat is eigenlijk een jongensdroom, wat kleins af aan eigenlijk. Hè. Het water en de zee, dat heeft me altijd wel geïnteresseerd. En voor een boot te kopen had ik trouwens geen geld. Dus ik moest wel zelf bouwen, want anders had ik er nooit geen gat. Hè. Dus simpel. En ben je zeker dat die niet gaat zinken? Ja, hij moet zinken, hè. Hij moet zinken tot aan de waterlijn. En daar moet hij blijven liggen. Nee, nee, maar dat zal wel lukken. Dit is waterdicht alleen. Want ik mag er wel eens een grapje over. Dat wordt meer gevraagd, is een waterdicht. En dan denk je, ja, ik heb gisteren vol water gedaan en dat lekt niet. De boot wordt nu aangedreven door een motor, maar in het najaar wil André er een mast op plaatsen, zodat hij ermee kan gaan zeilen. Zijn grote droom is ooit een verre reis maken met zijn boot. Maar eerst moet de Plus Bleu nog gedoopt worden. Geen champagne. Nee, vroeger werden de boten gedoopt met zeewater gewoon. En champagne is later bijgekomen, allee, ja, die wat meer geld hadden en niks met een derme gast. Dus dat staat mee gewoon zeewater zijn, denk ik. Morgen vroeg wordt de boot met een grote kraan in het kanaal Dessel-Kwaad-Mechelen getild.